De Alvenman presenteert Karel de Edelgast. Karel de Grote wordt in zijn kasteel gewekt door een engel en de koning krijgt de goddelijke opdracht om te gaan stelen. Veel keus heeft Karel niet, aangezien hij met de dood wordt bedreigd. Na drie waarschuwingen gelooft hij de engel, trekt zijn harnas aan en rijdt het bos in. Daar treft Karel een agressieve zwarte ridder. Karel verstaat de ridder en ontdekt dat het Edelgast is, een voormalig edelman van Karel. Karel en Edelgast besluiten nu om samen te gaan stelen. Karel is bang dat God boos wordt als hij echt gaat stelen, dus hij stelt voor om bij zijn eigen kasteel in te breken. Edelgast bestelt die van Eggerik, de zwager van Karel. De koning blijkt geen goede crimineel te zijn, maar Edelgast gebruikt zijn magische krachten en komt in het kasteel. Daar praat hij met dieren, rooft de hele boel leeg en overtuigt Karel dat er een mooi zadel in de slaapkamer ligt van Eggerik. God mag weten waarom dat daar ligt. Edelgras sluipt de slaapkamer in en ontdekt dat Eggerik Karel wil vermoorden. Zijn vrouw, Tevens zus van Karel, wilde liever niet. Eggerik pikt het niet en slaat zijn vrouw een bloedneus. Edelgras vangt een paar bloeddruppels op met zijn handschoen, ontvlucht de slaapkamer en omschrijft zijn mysterieuze kameraad wat er allemaal gebeurd is. Karel gedraagt zich als Clark kent en zegt dat hij alles zal vertellen tegen de koning. De volgende dag hoort Eggerik dat zijn plannen zijn uitgelekt, maar hij ontkent alles. Karel haalt Edelgast bij die Eggerik tot een duel uitdaagt. Edelgast onthooft Eggerik en als beloning krijgt hij de zus van Karel. Einde. Lees dit boek als je geïnteresseerd bent in diefstal, bloedneuzen, complottheorieën en praten met dieren.